op de schitterende feest. Op de schitterende feest. Wij willen graag even het verzoek hebben of Sander en Doer even naar voren willen komen. Ja, Leon is er waar ik tegen. Ik zal hem onder de juist achter de box staan. Ik heb de helemaal goed. Prima. Dat is Sander al. Heel hartelijk welkom. Ja, wij zouden graag als maffia nog een stukje doen. Maar jullie weten, we zijn binnen Sabbat bezig. En we zijn op het moment niet compleet. Want je ziet, we hebben vandaag Jans bij. Ja, bij de maffia valt er ook een zooi in en af. Hè. De hurt bij de maffia, dat is een heel goed waar. Dus voor de rest zijn we een mooie groep bij elkaar. Waar zijn wij tegenwoordig mee bezig? We hebben onze handjes vol op dit moment in de persoonlijke bescherming van een zeer beroemde Italiaanse artiest die wij ook muzikaal begeleiden. En daar hebben wij het zo druk mee dat wij eigenlijk geen tijd hebben om een stukje te doen. Dus dan doen we gewoon iets in bestaand repertoire, één nummer. En dan komt de rest wel goed. Ja, ik geef de man met de gouden stem voor ons, die geeft de microfoon. Ja? Gemengd koor. U zijn de glorie, de hofslegel van het jaar. U zijn de victorie, want je stort voor ieder dag. Wij hangen ook geen hulde woorden, we zijn dus weer niet goed genoeg. Wij hebben deze strijd verloren, maar wij zijn ook best aardig. Toch? Ja. U zijn de glorie, de hofslegel van het jaar. U zijn de victorie, we weten het, het is nou klaar. Nou, en wie zijn wij? Blij wat je hoort. Wie? Hij staat achter in de zaal. Heet hem een hartelijk applaus. Boos Soos! Kijk hem aan. Daar is hij, daar hebben we het heel druk mee, die beste man. En hij zal hier het woordje voeren, want hij heeft nog iets te melden. Tenminste, ja, oei oei oei. We doen een muzikaal onthaal. Ja. Nog een keer. U zijn de glorie, de hofslegel van het jaar. U zijn de victorie, we weten met het is nou klaar. Padre! Kom maar, knecht. Saluti di propati. Hupsakee, daar gaat ie. Welkom, geachte gelovigen en gezegend, jij Sander, de vrucht waar ik van verschoot. Welkom Yvonne, jij donkere Assense schone, beter bekend als Petronella Thijs. En natuurlijk een warm woord van welkom voor de kinderen, Tim Bob, Bassenbeest en Eucalypta.
oftewel Isa. Speciaal voor deze gelegenheid heb ik het kerkkoor van het Vaticaan uitgenodigd om deze dienst op te vrolijken. Zij willen een lofzang brengen aan u, Sint Doer. Natuurlijk zingen zij alleen maar officiële kerkliederen met speciaal voor jullie aangepaste teksten. Ik ben enorm benieuwd. De liederen die u vandaag zult horen zijn Maria te Minne, Het Onze Vader, Er is een roos ontsprongen, Ave Maria en Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik kreeg bemerkingen toe en join ook allemaal zorgen, hè? Ik behoef zelf natuurlijk geen enkele introductie. Iedereen kent mij hier. Want in Vlieren gaat natuurlijk iedereen nog elke zondag naar de kerk. Toch? Steek je vinger maar op als het niet zo is. Dan zal ik me voorstellen. Theo. Ik ben Paus Franciscus Paulus Sausius. Oftewel Paus Saus. Bij mij geen een dreuge post hier. Tanuti di probati. Hupsakee. Daar ga je. Ik ben hier vandaag om een speciale reden. Ik kreeg namelijk veel brieven in de Vaticaanstad binnen over een inwoner van jullie dorp. Sander Doer Leesberg is zijn naam. Bedold ben ik onder de brieven. Ik wil een stapel gek. De ene lofuiting over de goedheid van het jong was nog overweldigender dan de andere. Alle roemen jullie de goedheid van Sander, oftewel de Doer. De paus is hier om jullie gebeden te verhoren. Ik ga Sander heilig verklaren. En Yvonne, jou verklaar ik als zalig. Hier even een greep uit de brieven. De bovenste is van ene Piet Pik uit Vlieren. Leuke naam, je zou geestelijke moeten worden. Ik lees voor. De brief van Piet. Paus Saus. Sander is mijn vriend en ik vind dat hij heilig verklaard moet worden. Want het is een gouden pik. Hey man. PS. Zou je namens mij aan onze lieve heer willen vragen of hij de 600 euro wil terugstorten die ik in de rechtszaak moet betalen voor mijn corrigerende tik? Of is dat niet mogelijk? Ik heb goed nieuws, Piet. De collecte van deze mis zal aan u ten goede komen. Saluti di probati. De volgende brief die ik ontving is een heel speciaal. Sander. Het is namelijk van je baas, chef. Oh jee. Daar staat hij met die witte blouse bij de bar. Dankjewel dat je je hand even omhoog staat. Sander, chef heeft mij gevraagd of ik dit even voor jou wil voorlezen. Ik lees u voor de woorden van Chef Swinkels. Hij staat daar aan die bar met die witte blouse. Een schone mens. Een schone mens. En dan kom je nou aan. De woorden van chef. Lieve Sander. Je weet dat ik niet graag voor grote gezelschappen sta. Vandaar dat ik Paus Saus heb gevraagd om dit voor te lezen. Het is een gedicht. Sander, vol durf. Uit mijn hart, van durf. Sander, werknemer, collega, vriend, ik hou van je, Sander.
Chef, ik ook voor jou. Al was je mijn vriend, je mooie lach, je adem en dat grappige speelse, toch dunne haar. Je pakt me telkens weer in, keer op keer krijg je dat voor elkaar. Als medewerker van Lego doe je meer dan alleen spelen met veen en klot. Order stroom, koffie zetten. Los of laden, je werkt je kapot. Maar buiten werken blink je uit in een eigenschap die niet valt te trainen. Je aangeboren enthousiasme bindt onze mensen. Je bent het cement tussen de stenen. Het is daarom de hoogste tijd, Sander, om je hiervoor extra te gaan belonen. En je weet, Sander, dat ik welvarend genoeg ben om mijn dankbaarheid financieel te tonen. Dus Sander, ik beloof je plechtig vanaf maandag maak ik jou super deluxe, happy en blij. Want vanaf nu krijg je er elke maand maar liefst 1000 euro netto bij! Ik steun de leuke stijl, dus weet je wat, de vis hier, dat betaal ik ook wel! Frank, ik ben er maar niet meer. Dan lukt die, die probatie. Oké, daar gaat hij. Sander staat bekend om zijn zeer specifieke manier van communiceren. Voor velen is zijn communicatie zo normaal geworden dat niemand hier meer wat opkijkt. Ik wil u toch even meenemen op een tocht door zijn vocabulaire om de genialiteit hierin te kunnen onderstrepen. Eucalypta, zou je me hier even bij kunnen helpen? Als jij nu de zin voorleest zoals die in het ABN gebruikt wordt, dan zal ik de versie van Sander imiteren, compleet met gezichtsgedrag ofwel mimiek. Hallo, ik vind dat die opmerking werkelijk de kern van essentie raakt. Nee! Hierbij het vriendelijke verzoek om voor één ieder in dit etablissement een alcoholische versnapering te schenken. Nee joh, maak die mensen hier allemaal onweer en niks af! Tim, zo lief van me. Wat kun je op sommige momenten toch een stoutrek zijn? Tim, klootzak! Gewoon verdomme! Nee, die man is toch zo, die is al 17, die kan maar 10 potten bier op een uur! Poepoe, dat welgevormde vrouwpersoon daar maakt van alles in me los. Afliggen! In de man! In de man! Hoi Leon, met Yvonne. Is Sander toevallig nog in het café? Hij zou om 10 uur al thuis zijn, maar het is nu 3:15 s'nachts. Sander, jij die Yvonne aan de telefoon. Leon, zeg dat ik al weg ben. Ik net aangelopen ben. Yvonne, ik moet zeggen... Ik moet van Sander zeggen dat je onderweg bent. Ja.
dat mag u natuurlijk vinden. Maar deze casus kan niet op mijn volledige interesse rekenen. Hé jongen, ik kan maar een kapot doen! Ik ben ontzettend benieuwd hoe het momenteel met u gaat. Hoe snel met jou? Hoe snel met jou? Hoe snel met jou? Ik wil u vragen aan het kerkkoor om enkele liederen voor Sander en Yvonne ten gehoor te brengen. Sander komt binnen, wat een zalige nood. Het oefenen kan beginnen, het kan niet meer kapot. O, Sander, ons toelijke, je bent zo attent. Wat ben ik toch fantastisch, zo'n sympathieke vent. Zie dat gemeend is. Ja. Achter de bar steekt onze Sander, hou ons toch vrij. En hij weet hoe alles werkt, hou ons toch vrij. Schenk de vieux in Jägermeister, haal ons toch vrij. Men niet tegen, Leon zeggen, maakt hem niet blij. Er komt een artiestenzaal in, dus Sander's separaat. Met koffie of een drankje, het oefenen wordt gestaakt. Dat maakt ons wel eens gek. Je ziet dan Peter denken, ik sla hem dadelijk op zijn bek. Ave Maria. Oh, wat is dit moeilijk? Zo moeilijk en alleen met Sander. Want Sander zingt als geen ander. Zo vol met klanken. Ave Maria. Zijn stemmetje is gemaakt van pure goud. En ik sta hier tussen de brandhout. Ongelooflijk, wat een brandhout. Ave Maria. Dank u voor deze Sander Leesberg, dank u voor deze troubadour. Niet volmaakt, maar dat is niet erg, het is wel onze doel. Dank Koor, dat was werkelijk fantastisch. We gaan snel verder in deze verheerlijkingsdienst ter ere van broeder Sander. Ik wil graag de overweging aan u voordragen in dichtvorm, applaus. Sander, qua goedheid ben je maar moeilijk in te halen. Mensen houden van je, zingen lof in alle talen. De hemelpoorten zullen openzwaaien wanneer jij arriveert. Net zo aardig zijn als jij, heeft al menig vlierdenaar vergeefs geprobeerd. De hemel wordt jouw eeuwige thuis. Jouw ziel zal daar rusten. Witte wolken, klaverjassen en daarbij vooral heel veel eeuwige meditatie. De broeders hier
ga naar de hel. Sigaretten, drugs, porno, zuipen, gratis seks en ja, oeverloze masturbatie. Sorry Sander, ging de opzomming van leuke feiten zojuist misschien iets te snel? Jij wilde in ieder geval zelf naar de hemel. Wij gaan dan naar de hel. En graag wil ik dan eindigen met het laatste loflied. Glorie, glorie. Halleluja. Ja. Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. O mensen, prijs dit waar. We zijn hier op het feest ter zeer van Sander en Yvonne. Onbegrijpelijk hoe zij het met hun volhouden kon. De een is knap, de ander die is dorstwegel van het jaar. En samen een zilveren paard. Glorie.